bloed wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewijs dat alles kan in Suriname. Corruptie kan alles stapelen zijn. Alleen maar op. Kultuur TV is signing in. Ja, dit is Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! No hoor not lo, tam ribi no srifi, una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Wa sweet konaini ina datra oso para mariwo. Disna presi pe yu kan kong di ala datra siki. Den datra funu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofo neti ina weekend nanga lat neti. Te anoutu hi sref srefi tawe kon nanga u igi siki wagi komitio. Tei abon fanuru you can kara konkrupti 1-2-4. Datra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Kulturu TV Open Mic. Welkom in Sweetie Serenang, 17e rijkste land van de wereld. Waar we eigenlijk worstelen met het onderwijs. En het onderwijs zit alleen in de kustvlakte, maar meer nog in de verre binnenlanden van ons. Wij hebben de berichtgevingen gevolgd vanuit het ministerie van Onderwijs. Die is gestart met de herkansing en aandachtsklassen of scholen zoals ze dat noemen. Maar we moeten opmerken dat er sprake is van discriminatie in deze. En discriminatie moet je niet verwarren met racisme. Dit is dat een deel van Suriname totaal uitgesloten is van deze herkansing en speciale aandachtsscholen. Wij zitten met Liola Tamin en zij is een kritische Surinaamse burger, jonge Surinaamse burger, die zich wel wil uitlaten hierover. Liola, welkom bij Kulturu TV Open Mic, fijn om je te hebben. Hartelijk dank dat u me de gelegenheid wilt geven om hierover uit te spreken in uw programma of via uw medium. En inderdaad, het is zo, we zijn de 17e rijkste land van deze wereld. Weet u wat dat betekent? Want er zijn 200 zoveel landen in de wereld en wij zijn op de 17e plaats. Dus in feite zouden we een geweldige leven hier moeten hebben, want we zitten met nog eens 1 miljoen inwoners in Suriname. Toch? En toch zijn er dingen, of laat me het gewoon zeggen, en toch moeten Surinamers echt struggelen. Ik denk dat meer dan de helft van de inwoners van dit land, van de Surinamers, struggelen om dagelijks brood op tafel te zetten voor hun kinderen. Ja, en nu struggelen ze ook om goed onderwijs te krijgen. Dat is iets dat wereldwijd is opgenomen, dat elk kind recht heeft op goed onderwijs. Op onderwijs althans, maar dan ook goed onderwijs, gelijke kansen voor ieder. Toen je het bericht van Minof zag, wat is het eerste dat in je op is gekomen? Dus we hoorden die bericht de dingen al, vanaf juli dacht ik, dat het ministerie van plan was om met zoiets te komen. En we hoorden al dat het binnenland niet meegenomen zou worden, althans een groot deel van het binnenland. Maar je denkt, er zijn mensen in het parlement die daarover hun meningen hebben gegeven, hun ontevredenheid hebben geuit. Ik denk onder andere aan meneer Asabina die hierover heeft gesproken in de Nationale Assemblée. Dus je denkt, de minister en zijn team zouden dus dit nog een keer moeten herzien. Mm-hmm. Maar helaas, gisteren hebben we een lijst gezien met volgens mij 29 scholen en maar 1 school in het verre binnenland. En als we nagaan hoe uitgestrekt het binnenland is, dan vraag je je af of het ministerie echt de kinderen van het binnenland de gelegenheid wil geven om hierin te participeren. Of doen ze gewoon iets om mensen te laten zien van we hebben het binnenland meegenomen. Ja. Dus dat is een zware discriminatie en uitsluiting van een deel van de Surinaamse kinderen op hun recht. Ja, als je de lijst ook bekijkt, dan zie je dat het gaat tot Brokopondo, maar niet in het boven Suriname gebied. Niet in het boven Suriname gebied.
niet in het Boven-Marowijne gebied, niet in de Tapanahoni, in het Tapanahoni gebied, niet in het Lawa gebied. En niet, noem maar op, niet in, het, in de gebieden waar de Indianen wonen, waar de Marans wonen. Dus het is een hele zware discriminatie. En vooral wanneer we nagaan dat onderwijs, staatszorg is, het is de verantwoordelijkheid van de staat toch, om te zorgen voor goed en kwalitatief onderwijs voor elk kind in Suriname. En het ministerie die dit, die de plicht heeft om dit te doen, om ervoor te zorgen dat die kinderen, dat het Surinaams kind toegang heeft tot goed en kwalitatief onderwijs. En het is juist die, dit ministerie die dit doet, dan is hebben we een probleem, denk ik. Het binnenland heeft op verschillende momenten onderwijs moeten ontberen. Vooral tijdens de COVID-periode kunnen we ons heugen. En je ziet het beleid dat daarop wordt gemaakt. Hoor. Ze kwamen met afstandsonderwijs. Er is nooit beleid gemaakt om deze achterstanden in het binnenland in te halen, moet opgemerkt worden. Ik ben het helemaal eens. Er is nooit beleid gemaakt om, het, om die achterstand in te halen. Want voor COVID hadden we altijd al een achterstand in het binnenland. Wanneer de school hier begint op 1 oktober, dan beginnen die kinderen in het binnenland pas na een week of twee weken. Toch? En je hebt momenten waarbij die kinderen ook onderwijs in het binnenland moeten ontberen. En dat toen kwam er COVID. En we kennen de situatie, wat er allemaal gebeurd is in de COVID-periode. Die kinderen hebben een enorme achterstand opgelopen. En dat is nooit ingehaald, want er is nooit beleid daarop losgelaten. Toch? Toen die kinderen hier in Paramaribo nog 2-3 keer in de week naar school mochten gaan, konden die kinderen in het binnenland dat niet doen. Afstandonderwijs. De mogelijkheden zijn er niet in het binnenland om afstandonderwijs te verzorgen. Dus op alle momenten, op vele momenten en op verschillende manieren zijn die kinderen in het binnenland achtergehouden wat onderwijs betreft. En daar hebben we een hele ministerie die verantwoordelijk is hiervoor. Dan vraag je je af wat ze allemaal doen, wat is het beleid? Want nu weer, met deze herkansing, worden die kinderen in het binnenland uitgesloten. Als er beleid was gemaakt vanaf het begin, want als ministerie denk ik niet dat je vandaag opstaat en je zegt je gaat zoiets doen. Ik ga ervan uit dat je beleid hebt gemaakt, je hebt nagedacht, je bent gaan onderzoeken of het mogelijk is datgene wat je wil doen. Dat is goed bedoeld, toch? Om die kinderen een kans te geven. Gelet op alles wat die kinderen hebben meegemaakt vanaf de COVID-tijd naar nu. En je wilt ze een kans geven om te kijken of ze het alsnog kunnen halen. En je sluit een deel van die kinderen uit. Dus dat betekent dat je dus geen beleid hebt gemaakt als ministerie, toch? Want als je beleid had gemaakt, dan zou je zien dat het niet mogelijk is in het binnenland. Dan zou je moeten komen met oplossingen. Maar die oplossingen blijven uit, want we horen dingen als, ja, die leerkrachten werken niet mee. Ik kan me nog heugen dat er toen men pas kwam met vakantieschool, dat er mensen, niet alle leerkrachten deden mee met vakantieschool. Maar er konden wel mensen bereid gevonden worden om mee te doen, zodat vele scholen hier in Paramaribo tenminste mee konden doen met vakantiescholen. Als het ministerie beleid had gemaakt en op tijd was begonnen hiermee, zouden ze die problemen constateren en dan zouden ze kunnen werken naar een oplossing. We praten over studenten van SPI bijvoorbeeld, die ze klaar konden stomen hiervoor. Ze konden dus een vakantiejob doen. En ik denk dat vele studenten hierin zouden hiermee een beetje geld konden verdienen in de vakantie, door die kinderen te helpen met de school, met de herkansing. Maar het ministerie heeft zo te zien geen beleid gemaakt. Ze zijn gewoon gekomen met iets en ze zeggen ze gaan kinderen herkansing geven. Net hoe ze waren gekomen met die doorstroming. Mensen zeggen, doorstroming is niet slecht. Maar als je dat ding niet goed voorbereidt, als je de draagvlak niet hebt in de samenleving, als je de draagvlak niet hebt van je eigen regering, hoe druk je dat door? Onderwijs is de toekomst van dit land. Onderwijs is de toekomst van die kinderen. Dus als ministerie, als hoofdverantwoordelijke voor het onderwijsproces in het land, speel je met de toekomst van de kinderen en daarmee met de toekomst van het land. Ja. Hoe verantwoordelijk ben je? Ken je je verantwoordelijkheid als ministerie, als minister? We hebben nu een minister die professor is, dus ik dacht dat hij beter zou moeten weten. Ja, klopt. Als we kijken naar de investering die gedaan moet worden om nou de kinderen van punt A naar B te krijgen, om toch te kunnen meedoen met deze herkansing en aandachtsscholen van het binnenland. Broekoponde heeft 1 of 2 scholen. In Marowijne heb je ook hetzelfde geval. In Albina het meest.
de uitgaven zijn niet normaal. Vooral als het alleen aan de ouders is overgelaten om die uitgaven te doen. Want die leerling, het gaat slecht in Suriname, economisch gezien. Gaat het baar slecht in het land, toch? Vele ouders struggelen nu al. Ze weten nog steeds niet hoe ze sportspullen gaan kopen. Ze struggelen dus nu al met het kopen van sportspullen. En nu worden ze dus opgeschept met vervoer van hun kinderen van punt A naar B, zoals je het zegt, om die herkansing mogelijkheid, om de mogelijkheid te kunnen krijgen om mee te doen met deze herkansing. En wanneer we nagaan het binnenland, hoe uitgestrekt het is, daar is het weer een ander verhaal. Die kinderen moeten over stroomversnellingen gaan, over soelaas, over watervallen. En dat is heel gevaarlijk. Gezien de waterstand in de rivieren op dit moment, het is bijna droge tijd nu. En de waterstand is lager. En dat maakt dat de meeste soelaas dus gevaarlijker zijn. Dus ik weet niet waar aan het ministerie denkt, hoor. Want het ministerie kent de Surinaamse situatie. Want als je als minister daar komt zitten, als ministerie ook, je hebt ook mensen die jaren daar hebben gewerkt. Ze kennen de situatie in het binnenland. Ze kennen de situatie in de districten. Dan zouden ze de minister moeten adviseren, toch? Ja. Maar dus helaas is dat waarschijnlijk niet gebeurd, want anders hadden we dit niet. Anders zouden we vandaag dit gesprek niet hebben, toch? Nou, het is ook niet zo makkelijk voor elke ouder om te zeggen dat hij zijn kind laat verhuizen naar de kustvlakte. Nee, want vele mensen hebben geen familieleden hier. En als je een kind hebt van 7 jaar, 8 jaar, 9 jaar, dat kind moet nog bij zijn of haar ouders zijn. Toch? Die kinderen hebben hun ouders nog nodig, dus je stuurt je kind niet gewoon weg. Als je zo'n jong kind wegstuurt, moet je een zekerheid hebben dat dat kind veilig is en dat dat kind zich op zijn of haar gemak voelt. Want voor een kind om goed onderwijs te kunnen volgen en ook zijn of haar best te kunnen doen op school, moet dat kind relaxed zijn. Dat kind moet zich thuis voelen. En als dat kind zijn of haar hele leven lang bij zijn of haar ouders is geweest, en plotseling moet je weg, je moet bij vreemdelingen gaan, want iemand die in de stad woont is niet 1, 2, 3 in het binnenland. Dus je kent die mensen, maar je kent ze niet zo goed dat je als kind bij ze moet gaan inwonen. Dus dat kind komt in een heel andere omgeving, de ouders zijn er niet. Dus vele mensen, vele ouders, zijn toch wel een beetje bang om hun kinderen, zulke jonge kinderen weg te sturen. En ook als wanneer we alle kinderen van het binnenland naar de stad halen, wat doen we dan met het binnenland? Hoe brengen we het binnenland tot ontwikkeling? Is het de bedoeling om het binnenland tot ontwikkeling te brengen? Of is het de bedoeling om iedereen vandaar naar Paramaribo te brengen, zodat we andere dingen kunnen doen met de gebieden in het binnenland? Ja, dus in de zin van dat er de kwaliteit van het onderwijs, er geen aandacht is voor de kwaliteit in het onderwijs in het binnenland? Er is geen aandacht voor niets in het binnenland, maar we praten nu over onderwijs natuurlijk. En onderwijs is zo belangrijk. Onderwijs en gezondheidszorg zijn zo belangrijk voor de ontwikkeling van een land. Dus ik kan me niet voorstellen dat het ministerie die verantwoordelijk is hiervoor, toch, op deze manier omgaat met het onderwijsproces. Ja, het is wel. En wat u daarnet zei over over vervoer, toch? We spraken over de districten, over Brokopondo, waar die scholen zo ver zijn van die kinderen. Ja. Want de afstand, maar dus naar die scholen zo ver zijn van die kinderen. Maar het binnenland waar vervoer de boot is, dat is erger. Want benzine daar voor een boot om zich van punt A naar B te kunnen verplaatsen, is veel duurder dan wanneer je de auto pakt hier in Paramaribo. En hier heb je soms nog de mogelijkheid dat de ouders de bus kunnen pakken. Dat je soms oudere kinderen erbij hebt die dus hun jongere zusjes of broertjes kunnen brengen naar school. Terwijl die moeders of die ouders aan het werk zijn. Maar in het binnenland heb je dat niet. Zal je een kind van 12 jaar over de stroomversnellingen sturen met een kind van 8 jaar? Je doet dat niet, toch? En als je dus erbij neemt benzinegeld. Dan heb je die kinderen gewoon uitgesloten. Je zet één school daar voor het heel binnenland, omdat je maar de wereld moet wijzen dat je toch een school daar hebt gezet. Dat kan niet, toch? Klopt. Ik heb in mijn inleiding gesproken over discriminatie. Ben je dat eens daarover? Is er sprake van, want mensen verwarren dat wel eens met racisme. Maar hier kan er sprake zijn van discriminatie, waarbij een deel van het land wel de beste aandacht krijgt, maar het andere deel niet.
Maar dat is duidelijk dat er is sprake hier van discriminatie en uitsluiting van een deel van de Surinamers. We zijn allemaal Surinamers. Ik luisterde laatst naar een speech van mevrouw Obama. Michelle Obama, gewezen first lady van Amerika, van de Verenigde Staten van Amerika. En ze zei, niemand heeft een monopolie om Amerikaan te zijn. En bij deze moet ik zeggen, niemand is Surinamer meer dan een ander. We zijn allemaal Surinamers. Behalve de Indianen zijn al onze ouders, onze voorouders, dan, hebben betaald met een zweet, met een bloed voor dit, om hier in dit land te kunnen wonen. Dus wij allemaal hebben evenveel recht om zich Surinamer te kunnen noemen. En als Surinamer hebben we dus allemaal dezelfde rechten. Niemand heeft meer rechten dan een ander. Het land is van ons allemaal, we moeten het samen opbouwen. Maar bepaalde mensen denken dat zij dus alles mogen en alles kunnen doen en een deel van de bevolking niet. Dat kan niet. Maar wanneer bijvoorbeeld de verkiezingen naderen, dan zien we dat we allemaal gelijk zijn. Dan zijn we plotseling allemaal Surinamers. Ja. En heeft de minister voldoende gedaan om zijn manschappen die het werk moeten doen, achter zich te krijgen? En want de leerkrachten, ja, je hebt leerkrachten die zeiden van, ik ga in de vakantie niet nog meer komen werken, want begrijpelijk ook. Want leerkrachten hebben geen verlof, kan je zeggen. En ze zijn het heel schooljaar al geweest met 25 kinderen in de klas, om nog de vakantie te besteden aan die kinderen, terwijl jij je eigen gezin hebt. Yep. Kost je ook veel. Heeft de minister voldoende gedaan om de manschappen die het werk moeten doen op het veld achter zich te krijgen? Maar dat zei ik dan. De minister, er is geen beleid gemaakt hierop. Men is gewoon gekomen met iets, we gaan dit doen. Toch? Want als je dat had gedaan, je had een onderzoek gedaan als ministerie en ook als we iemand daar hebben die professor is, dus wetenschappelijk goed opgeleid is, neem ik aan, toch? Want anders heb je die titel niet. Toch? Ja. Dan zou je toch zien, dan zou je ook hieraan hebben gedacht van, we moeten rekening houden met de leerkrachten. Want lesgeven in de felle zon, waar we geen airco hebben met de hitte, en in de vakantie is er nog meer hitte, is geen magie, is niet makkelijk, toch? Dat zouden ze naar andere mogelijkheden hebben gekeken dan alleen die leerkrachten die al lesgeven op die scholen te rekenen. Ja. Dan zouden ze bijvoorbeeld gepensioneerden kunnen vragen, een beroep kunnen doen op gepensioneerden, op studenten van SPI. Dus dat soort mogelijkheden zijn er toch? Ja. Dan hoefde je die leerkrachten die al misschien uitgeput zijn, niet hoeven te belasten hiermee. Ja. Je zou er misschien een paar die dus toch wel mee wilden doen met het project, zou je die leerkrachten meekrijgen, maar die anderen die dus zeggen van, ik ben moe, ik wil mijn vakantieperiode anders besteden. Je zou dus geen probleem hebben daarmee, want dan had je al nagedacht over andere mogelijkheden. Dan had je al die andere mogelijkheden. Kom niet met iets wanneer je het hele land niet kan voorzien. Kom niet met iets wanneer je weet dat je een deel van de mensen gaat uitsluiten. Kom niet met iets wanneer je een deel van de mensen gaat discrimineren. Want dat is het nu. Ja. Dan liever kom je niet ermee, toch? We zijn allemaal Surinamers, toch? We betalen allemaal belastingen, toch? Want vaak genoeg hoor ik mensen van het binnenland betalen geen belastingen. Ik ben niet omdat ik van het binnenland ben, dan praat ik zo. Maar vraag die mensen die zwaar materieel verkopen, hoeveel ze verdienen aan mensen van het binnenland alleen. Vele ondernemers hier in de stad, het gros van hun inkomen komt uit het binnenland. Ja. Maar toch hoor je steeds weer mensen van het binnenland betalen geen belasting. Het klopt niet. Dit land Suriname, de opeenvolgende regering heeft bitter weinig gedaan aan de ontwikkeling en vooruitgang van het binnenland. In het binnenland zijn er bijna geen mogelijkheden. Maar die mensen daar zijn creatief. Want ze leven op zichzelf. Ze creëren mogelijkheden voor zichzelf, waardoor ze toch nog kunnen overleven. Ja. De belastingen komt ook in de wijze waarop onze binnenlandbewoners ook de belastingen betalen, is dat ze hun rivieren moeten opofferen. Schoon drinkwater ontberen ze tegenwoordig, want er is veel kwik. Mm-hmm. En ze beschikken ook niet over hun leefgebieden vanwege het grondrechten vraagstuk. Dus dat is ook een ontbering voor de mensen. Ach, maar het is altijd uniek wanneer je de resultaten aan het eind van het schooljaar hoort. Zoals we het dit jaar ook hebben gezien. Er zijn veel Maroon jongeren
die zijn geslaagd van het Natin onder andere. Ze komen van de verre binnenlanden, zijn verder komen studeren in de stad. Maar ook in andere districten van Suriname. Mm-hmm. Het is altijd uniek en mooi om te horen hoe dat gebeurt. Ondanks al deze struggles. Precies. Ik kom bijvoorbeeld ook in het binnenland, uit het binnenland. En ik kwam ook naar de stad vanwege het feit dat de school waarop ik zat, plotseling was gesloten. En na 2-3 jaar, na 1-2 jaar was er nog geen school. Dus toen zijn we naar de stad gekomen en ik mocht gelukkig nog naar school. Nog net op het nippertje, want ik was intussen al 11 jaar. Toch? Maar deze resultaten spreken voor zich. Het geeft aan dat de conclusie die Paramaribo met name het ministerie van Onderwijs steeds trekt, dat het resultaat in het binnenland altijd teleurstelt, dat het niet klopt. Want je komt die mensen niet tegemoet. Wat ze krijgen aan onderwijs hier in Suriname, in Paramaribo, dat, en kustvlak en omgeving, dat is niet wat die kinderen in het binnenland krijgen. Hoe wil je dan hetzelfde resultaat als hier in de stad? Ja. Het kan niet toch? Je kan niet hier alles doen om het niveau van het onderwijs op een bepaalde pijl te houden en niets doen in het binnenland en dan verwacht je dezelfde resultaten. Dat kan niet. Klopt. Ik was in maart in het binnenland. Die kinderen hier in Paramaribo gaan die kinderen elke dag naar school. Elke goddag gaan ze naar school. In het binnenland, althans dat deel waar ik was geweest, heb ik kinderen gezien. Ik sta 's morgens op en ik zie kinderen in het dorp en ik vroeg ze van, je bent niet naar school gegaan, waarom? Vandaag heb ik geen school, omdat er niet genoeg leerkrachten zijn, ga ik alleen op de dinsdag en de donderdag naar school. Anderen gaan 3 keren naar school, omdat er niet genoeg leerkrachten zijn. Maar hier in Paramaribo gaan die kinderen elke dag naar school. Dus aan het eind van het schooljaar kunnen we die resultaten vergelijken. Mm-hmm. Want er is niet genoeg offers gebracht. Er is niet evenveel offers gebracht als hier in Paramaribo. Hoe wil je dan hetzelfde resultaat? Ja, klopt. De investeringen zijn niet hetzelfde. Zijn niet hetzelfde. Vele leerkrachten die naar het binnenland gaan, zijn niet gemotiveerd omdat hun huisvesting niet goed is. Ze hebben geen schoon drinkwater. Ze ontberen een heleboel andere dingen. Ja. Toch? Waardoor dat al die dingen maken dat die mensen niet gemotiveerd zijn. Ze zijn al ver weg van hun gezinnen. En als de secundaire voorwaarden nog ontbreken, dan snap je dat als mens die dus hier in Paramaribo opgegroeid en al die dingen hier in Paramaribo gewend zijn, dat je dus een beetje gedemotiveerd bent. Ja, ja. Ja, toch? Maar terwijl het basisonderwijs zo belangrijk is, want daar leg je de basis voor die kinderen, hun verdere ontwikkeling. Ja, het lezen, rekenen. Rekenen toch, want rekenen is de basis. Lezen is een basisding. Daar beginnen ze te leren lezen, daar beginnen ze te leren rekenen, daar beginnen ze met leren om het Nederlands taal, de Nederlandse taal die niet van ons is, te leren. Ja. En als dat een beetje stroef gaat, dan kun je begrijpen dat je bezig bent de toekomst van deze kinderen te verpesten. En wanneer we praten over al die struggles met de COVID-periode naar nu, begrijp je wat je doet met deze kinderen, hun toekomst? Je verpest het helemaal. En daarmee verpest je ook de toekomst van dit land. Want dat zijn deze kinderen die straks ons moeten overnemen. Die ervoor moeten zorgen dat Suriname straks verder ontwikkeld wordt. En je ontneemt ze hun toekomst. Dus je bent bezig. Je vormt een bedreiging voor de toekomst van het land, kan je zeggen. Klopt. Ja, toch? En wat ik verder nog zou zeggen. Hoe kunnen we dit aanpakken? Want Ik heb het ook besproken met de heer Sutgaard. Hij maakt zich ook zorgen over het onderwijs in Suriname, onder andere. Met wie heeft hij het besproken? Ricky Stuttgart. Oh, ja, ja, Ricky Stuttgart. Hij is ook zo'n kritische Suriname waarmee we vaker praten. Wat we ontberen in Suriname zijn waarschijnlijk groepen van ouders. Want zij zijn uiteindelijk degene die moeten opkomen voor hun kinderen. En moeten eisen dat hun kinderen het beste van onderwijs krijgen. Is dat iets waar jij ook naar uitkijkt, dat ouders, de cliënten van onderwijs zich gaan bundelen en meer gaan opeisen van het ministerie? Ja, ik ben ook die mening toegedaan dat de ouders uiteindelijk, het is het jouw kind, toch? En elke ouder wil het beste van hun kind hebben, toch? Dus ik denk dat het ook daar moet beginnen. Trouwens, ik praat altijd over opvoeding en
onderwijs is geen opvoeding van de ouders, maar het is wel een verantwoordelijkheid van jou als ouders om je best te doen voor je kind, ervoor te zorgen tot waar je kan, dat ze dus goed onderwijs, goed en kwalitatief onderwijs kunnen genieten. Maar natuurlijk moet het ministerie inkomen. Maar het is goed als ouders zich meer druk zouden kunnen maken om het onderwijs gebeuren van hun kinderen. Ja. Ik denk dat vooral met wat we hadden een paar jaren terug, doorstroming, dat vele ouders toen een beetje naïef zijn omgegaan daarmee. Want ze dachten, die kinderen stromen door. Dus ik hoef me niet echt meer druk te maken. Maar ik denk dat we als ouders ons weer druk moeten gaan maken met het onderwijsproces van onze kinderen. Ja. Maar, dus dit alles toch, kijk, wanneer mensen zeggen, opstaan en zeggen, ik wil leiden. Ik wil verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het bestuur van het land. Mm-hmm. Moet je ook al deze dingen in mind hebben. Wanneer je ziet dat ouders zich niet druk maken, ouders niet begrijpen hoe belangrijk het onderwijs is voor hun kinderen in die tijd waar we nu leven, dan moet jij als beleid daarop loslaten. Je moet beleid daarop gaan maken. Ja. Want per slot van rekening heb je een verantwoordelijkheid op je opgenomen om ervoor te zorgen dat het land goed draait, maar ook voor de toekomst van het land, generatie verder. Want wat je vandaag plant, groeit pas morgen. Klopt. Ja, toch? Dus beleidmakers moeten zich ook hierover druk maken. Wanneer ze zien dat ouders zich niet hierover druk maken, moeten zij die ouders motiveren en laten weten dat het belangrijk is. Dat ze betrokken zijn. Dat ze betrokken zijn in het onderwijs gebeuren. Het parlement, die discussie komt niet los daar, hè? Over het onderwijs? Nee. Ja, dus Dus we hebben echt een probleem in dit land. We hebben grote problemen in dit land. Dus om dit land vooruit te brengen, het lijkt alsof we alles weer opnieuw moeten doen. Zo zie ik, wanneer ik nadenk over de toekomst van Suriname, zo zie ik het. Van, we moeten zoveel gaan doen aan de ontwikkeling, aan de vooruitgang van ons land. We hebben jaren gespeeld. We hebben jaren gewoon politiek, puur politiek gespeeld met ons land, met onze eigen mensen. Mm-hmm. En nu denk ik dat de Surinamers dit zelf moeten eisen van de leiders op wie ze stemmen. Ze moeten beter gaan kijken op welke leiders ze stemmen. Ze moeten meer gaan eisen van die mensen die zich willen, die verantwoordelijkheden op zich willen nemen om te gaan zitten in het bestuur van het land. Zitten in de top van het land is geen grap. Als je daar komt zitten, ben je bezig met de toekomst van het land. Je bent bezig met het leven van die mensen. Elke fout die je daar maakt. Het werkt door naar de samenleving. En het is niet jouw huishouding. Kijk, al wanneer u, meneer, u bijvoorbeeld, u heeft een gezin bijvoorbeeld, en u maakt een fout financieel in uw huishouding. Dan bestaat uw huishouding misschien uit 4 mensen. Dan gaan die 4 mensen het voelen. Maar wanneer ze in de huishouding van de staat een fout maakt, dan ben je bezig te spelen met het leven van minimaal 600.000 burgers. Ja. En dat is toch wel iets, is geen grap. Het is een zwaar gewicht. Is zwaar gewicht, ja, want dan ben je meteen ook bezig met de toekomst van het land, van een heel land. Snapt u? Maar ik denk dat we jaren dus op een bepaalde manier politiek hebben gespeeld, waardoor de jonge mensen die nu de politiek instappen, niet begrijpen wat politiek is, niet begrijpen wat de verantwoordelijkheden zijn die ze moeten dragen als mensen die verantwoordelijk zijn. Heden eisen, vragen van de samenleving om daar te gaan zitten. Ze begrijpen het niet. En wanneer ik met jonge mensen praat over de politiek, zij denken meestal van je moet een post krijgen. Doe je best om een post te krijgen zodat je jouw deel van de koek kan krijgen. Ja. Maar zo werkt het niet, want als we dat allemaal beginnen te doen, verpesten we de toekomst van dit land. We gaan straks allemaal rennen naar het buitenland, want daar zal er niks meer zijn in Suriname. Er zal geen Surinamer zijn. En niemand wil in een land wonen waar je geen ontwikkeling hebt, een land dat jou geen perspectief biedt. Nu al vluchten een heleboel Surinamers voor de Surinaamse situaties. Iedereen, de meeste Surinamers die de mogelijkheden krijgen om weg te gaan, bijvoorbeeld naar Europa, Caribisch gebied of Amerika of een ander land waar er meer mogelijkheden zijn, waar ze perspectief zien, vluchten, ze gaan weg.
Ja. Omdat ze een beter leven willen voor hun kinderen, voor zichzelf en voor hun kinderen. Dus wanneer we, als we zo doorgaan, zullen we over een aantal jaren misschien in een soort Haiti- of Venezolaanse situatie belanden. Klopt. En dat willen we toch niet? Ik heb toch het idee dat het parlement zich niet zo druk maakt misschien omdat hun kinderen op een privéschool zitten of het beleid is gericht op. Want er wordt zwaar bezuinigd in het onderwijs en veiligheid van het land. Maar als je bezuinigt in deze gebieden. En gezondheid. En gezondheidszorg. Dan krijg je een hele andere reactie. Want als je nou lijkt het alsof er wordt bezuinigd in het onderwijs. Door minder te investeren. Maar de privéscholen die krijgen meer studenten. Ja, en het lijkt alsof parlementariërs hun kinderen meer op privéscholen zitten. Waar zij de situatie niet zo goed kennen. Precies, dus dit is het gedrag, de denkwijze van de doorsnee mensen die we hebben in de top van het land. Ze denken niet aan de toekomst van ons, van de doorsnee van Surinamers. Ze denken, ik moet me rijk maken, zodat mijn kinderen het goed kunnen hebben. Want dan ben ik in staat om mijn kind op een privéschool te zetten. Dan ben ik in staat om mijn kind naar het buitenland te sturen voor beter onderwijs, vervolgonderwijs. Maar je kan een kasteel bouwen, toch? In een dorp dat niet goed draait. Maar wanneer over een aantal jaren jij er niet meer bent en je kasteel vliegt in brand, dan hebben jouw kinderen en jouw nageslacht meteen niets meer. Klopt. Wanneer jij je land zodanig hebt opgebouwd dat bijna iedereen een kasteel heeft en jouw kasteel vliegt in brand, dan kan je nog bij je buren gaan. Mm-hmm. Wanneer je dat niet doet en er gebeurt iets en dat gaat mis met jou, dan is het meteen ook afgelopen met dat wat je al die jaren hebt opgebouwd. Ja. Ja, toch? Maar onze mensen denken niet daaraan, ze denken niet zo. Onze bestuurders denken niet zo. Ze denken aan zichzelf rijk maken. Een hele mooie luxe leven creëren voor zichzelf, terwijl de gemeenschap pinaart. Terwijl het gros van het Surinaamse volk pinaart. Maar dat is geen gedrag van een bestuurder. Dat is geen gedrag van een leider. Een leider bouwt, werkt aan de toekomst van zijn volk. Een leider wil dat elke Surinamer het goed moet hebben. Een leider werkt aan een betere Suriname. Een leider creëert een betere omgeving voor de mensen over wie hij waakt. Mm. Want als leider ben je gaat niet zomaar, als leider van een land bedoel ik. Hè? Want wanneer je leiding geeft aan je bedrijf, dan wil je niet alleen dat jij het goed hebt, maar het moet goed gaan met je bedrijf, toch? Ja. Precies zo moet het ook zijn met het land. Je wil de verantwoordelijkheid, je wil in de regering gaan zitten, je wil in de top van het land gaan zitten. Waarvoor? Beseffen ze wel, ik vraag me af of bepaalde mensen beseffen waarom ze in de top van het land willen gaan zitten. En wanneer je ziet dat jonge mensen de politiek in willen gaan, omdat ze denken dat ze daar meteen rijk kunnen worden, dan begrijp je dat ze niet doorhebben wat het betekent om daar te gaan zitten. Ze begrijpen niet wat leiderschap is. Ze begrijpen niet dat ze daar gaan zitten om te werken aan de ontwikkeling van het land. Want voor hun is het, ik moet een directeurpost bekleden. Dat kan ik beter, dat kan ik redelijk verdienen. En dan heb ik nog de mogelijkheden om mijn dingen te doen, want ik zit in de regering. Ja. Maar dat is het niet. Nou, het is keihard werken. En daarom zie je van mensen gaan van partij A naar B naar C, want ze zijn op zoek naar die mogelijkheden voor zichzelf. Mm-hmm. Niet om te werken aan de ontwikkeling van het land. Leola, wat zou je als laatst als boodschap willen geven als finale opmerking naar de hele situatie voor wat betreft het onderwijs vooral? Ik vind het erg dat we in deze situatie zitten wat betreft het onderwijs. En ik wil de regering, met name het ministerie van Onderwijs, oproepen om echt beleid te gaan maken. Maar ook over een jaar, pakweg minder dan een jaar, in minder dan een jaar tijd hebben we verkiezingen. Ik wil aan die mensen die zich opmaken, klaarstomen om een plek te bemachtigen in de regering. Ik wil ze oproepen om beter na te denken over de toekomst van dit land.
Onderwijs is de toekomst van, van elk land. Want als je niet investeert in je onderwijs, dan investeer je niet in de toekomst van het land. Want dat zijn die mensen, die jonge kinderen van vandaag, in wie je moet investeren qua onderwijs. Zij gaan het land straks moeten opbouwen. Zij gaan verder moeten werken aan de verdere ontwikkeling van het land. Dus ik wil ze allemaal oproepen om echt beter na te denken hierover. En God te vragen, ook waarin ze ook gelooft, om oprecht bezig te zijn wanneer het gaat om het bestuur van het land. We hebben grote, ons land zit op een kruispunt. Financieel gaat het niet goed en daardoor gaat het nergens goed. Maar ook zie je een situatie waarbij er gestolen wordt, terwijl we zeggen dat er geen geld is, om projecten uit te voeren. Terwijl we zeggen dat er geen geld is om te stoppen in het onderwijs van het land. Terwijl we zeggen dat er geen geld is om te stoppen in de medische zorg. Terwijl er geen geld is om te stoppen in veiligheid van het land. Zien we dat er grote bedragen verdwijnen uit staatskast. Terwijl al deze dingen gebeuren, zien we dat er gestolen wordt van de mensen met een beperking. Van de mensen die het niet zo breed hebben. Want ook op hun bank, van hun bankrekening verdwijnen er geld. Mensen in het binnenland hebben al maanden, volgens mij vanaf dit jaar is, vanaf voor dit jaar hebben ze nog geen geld ontvangen. Mensen met een beperking en andere mensen, zwakke huishoudingen, hebben geen geld gekregen. Zo. Mensen die kinderbijslag krijgen in het binnenland hebben voor dit jaar nog geen kinderbijslag gehad. Als we geen geld hebben, maar regering, functionaris zou kunnen reizen van her en der, van naar overal, dan denk ik, laten we desnoods het kinderbijslag van die mensen opkrikken, omhoog trekken, zodat ze beter, voor nu bijvoorbeeld, zodat ze schootspullen zouden kunnen kopen met dat geld. Ja, klopt. Zodat ze beter voor hun kinderen kunnen zorgen, zodat ze minder koppijn hebben. Hoofdpijn. Ja, beide zijn hetzelfde. Is toch jammer dat we een land hebben met nog hier 1 miljoen inwoners. Dat we een land hebben met zoveel natuurlijke hulpbronnen. En dat we toch moeten pinaren. Is toch jammer. Dat betekent dat er het bestuur niet goed is. Dat de leiderschap in het land niet goed is. En dat is niet gisteren naar vandaag. Het is al een hele tijd gaande. Ja. Is jammer. Maar dat is wat ik wilde zeggen. Ik wil ook aan de Surinamers zeggen, de stemgerechtigden die volgend jaar naar de stembus gaan, om beter te kijken op wie ze hun stem uitbrengen. Want de mensen die je daar plaatst, je plaatst ze voor 5 jaren en ze zijn bezig met je toekomst. Want een landbesturen is bezig zijn met de toekomst van het land en bezig zijn met de toekomst van de mensen in het land. Dus let goed op. Ga na op wie je stem gaat uitbrengen. Ga ook na op welke partij je gaat stemmen. Want die partijleiders hebben hele grote macht in dit land. Het gaat niet om de individuele persoon op wie jij je stem uitbrengt, maar om de partij. Want per slot van rekening is het de partijstandpunt die telt. Of dat telt. Toch? Ja. Jij als enkeling kan heel weinig doen. Wanneer de partij een andere mening heeft en jij hebt een totale andere mening, een andere zienswijze, dan begrijp je dat de zienswijze van de partij doorgaat, niet de jouwe. Dus men moet kijken op welke partij ze hun stem uitbrengen. Want precies het gedrag, de denkwijze die de boventoon voert in de partij, precies dat gaat gebeuren. Niet wat de individu op wie jij je stem uitbrengt, denkt. Dat is een hele belangrijke boodschap dat je daar hebt gegeven. Dan praat je dan over partijprogramma dat uitgevoerd wil worden en hoe zo'n partij uiteindelijk zal gaan regeren. Leola Tamin, we bedanken je van harte voor jouw commentaar dat je hebt geleverd over het onderwijs onder andere, over een heleboel. Dat is het democratisch gehalte in Suriname en dat is wat Kulturu TV Open Mic biedt aan onze burgers. Kijk, dit was Kulturu TV Open Mic met Leola Tamin, een kritische Surinaamse burger. Tot de volgende keer. Suriname altijd dichtbij, je zat vat toch? In me ati, Srana. I'm not afraid to die.
about Suriname, yeah, yeah, yeah. From sea, from star, my place Suriname. Misa fetigi mama stranang, trust the ear van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Dekki Sofia, Flora kom met nieuwheer. Bronzi Albina, Dena Ina stilmeer. Dapee Shisana beautiful. Dapee Shisana wonderful. Nikeri, Koroni, komit Saramaka. Matareti Doti, komit Patamaka. Dapee Go Shisana beautiful. Dapee Go Shisane. Waar ik me thuis voel, ook aan Gimato, de ook bij pleidoel. Ja, we go stuka, fuka bereik doel, maar we kom bak asrana. De voorbereid boel, oezrefe viering alibi e eisu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen, fukom bak asrana. Vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe een heilig stand. Toen pijnig man, maar die man niet veilig zijn. Zo'n rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand. En ik kan ook niet zwijgen, man. Yeah. Hou me bij de hand. Hoe vet die baka? Ze wan atras, ze wan koe si baka. Hoe begi papa? Hoe is die mama? Want dat wan si afaya let die baka. Trana mushai, was pet die baka. Begi god of knapa, hoe vet si en baka. En wie si fara? Maya baswaki. Taura lobi in you ati. Oh, je vaderland. Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is je vaderland. Me begin te goede mi dede mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangin tranan. Dat ne me biget spano komita dit mi grifi. Who want in some food, the chief me kanyang. And they want sada Europa, oh me yari etang. My fear this refi, like one jaja stranamang. Uno hor not low, tambri binus refi. Una de west stranamang. Fatherland, Suriname is your fatherland, yeah. Fatherland, Suriname is your fatherland. Suriname altijd dichtbij, je sapfata. In me ati, Suriname.